Lieve mensen, welkom bij dit samen zijn op de zondag van Palmpasen. In Odoren zouden we vandaag met een aantal kinderen vanuit de kerk naar de Paasbergen zijn gegaan. Dat is een plaatselijke verzorgingshuis, om daar de mensen een kleine attentie te brengen. En dat hadden we dan zullen doen met Palmpasen stokken. En in de kerk zouden we dan iets verteld hebben over de symboliek van die stokken, want alles wat daarop zit, van het haantje tot aan het fruit en de paaseitjes, heeft een bepaalde betekenis. En die betekenis is kort gezegd dat alles altijd weer opnieuw begint. Er zullen altijd weer bloemen groeien. Er zullen altijd weer eieren worden gelegd en er zullen kuikentjes worden geboren. Oude symboliek, die ook in ons mensen zit als ons verlangen naar nieuw leven en naar licht. En in Varsseveld zou Nicolien vandaag de dienst hebben gedaan, maar door een reeks uitvaarten achter elkaar is het schema een beetje omgegooid. En dat maakt dat we dus nu vandaag voor Palmpasen een film hebben gemaakt voor ons allemaal. Van Groningen tot Varsseveld, met dus een heleboel mensen. Welkom. Laten we ons maar eens even bewust zijn van dat feit dat we dus op deze manier met een heleboel mensen verbonden zijn. Ik ga zo dadelijk voor elke geloofsgemeenschap een kaarsje aansteken. En die kaarsjes staan hier, pak ik er eventjes bij. En u gaat dat waarschijnlijk niet zien, want het is te ingewikkeld om het vast te houden en ondertussen die kaarsjes aan te steken. Maar zo dadelijk zet ik ze hier achter mij op het plankje en dan zullen ze zichtbaar zijn. Ik steek een kaars aan voor Varsseveld. Een kaars voor Oost-Twente. Voor Aan de Regge. Voor Almelo. Voor Bijlen. Voor Odoren. En voor het Westenkwartier. U kunt ze waarschijnlijk niet heel goed zien, omdat ze toch een beetje te hoog staan. Dus ik haal ze nog één keer goed in beeld. Zeven kaarsen voor zeven plekken. Van Groningen tot Varsseveld, verbonden. En het licht brandt als teken van dat eeuwige licht van God, als dat eeuwige licht. Ook al kan dat voor ons allemaal een andere betekenis hebben. Het licht in en van de wereld. Het licht waarin wij leven en waarin wij verbonden zijn. Als alles duister is, ontsteek dan een lichtend vuur dat nooit meer dooft. Vuur dat nooit meer dooft. Als alles duister is, ontsteek dan een lichtend vuur dat nooit meer dooft. Vuur dat nooit meer dooft. Als alles duister is,
als alles duister is, ontsteek dan een lichtend vuur dat nooit meer dooft, vuur dat nooit meer dooft. Als alles duister is, ontsteek dan een lichtend vuur dat nooit meer. Het verhaal van Palmpaasen staat voor mij in de context van wat eraan vooraf ging en wat er nadien gebeurde. Ik ga het verhaal niet voorlezen uit de Bijbel, maar ik ga het vertellen met wat gedachten van mijn kant en wat muziek tussendoor. Lang geleden was er een man, Jezus, die leefde vanuit zijn bron, die hij zijn vader noemde en ook wel God. Een bron die voor hem onvoorwaardelijke liefde was. En om die liefde te kunnen ervaren, moest je wel bereid zijn om het nodige te laten of te doen in het hier en nu. Want als je leeft vanuit die liefde, kan er rust zijn, mildheid, te midden van alles wat er in een mensenleven kan gebeuren. En wat hij uitstraalde en wat hij deed, trok mensen aan. En uit die mensen koos hij een groepje om mee op weg te gaan. Als een soort beweging. Zonder huis of haard, zonder spullen gingen ze op weg. Om te vertellen over dat waardoor ze zo bezield waren geraakt. En ook om te laten zien hoe het kan zijn als je leeft vanuit liefde. En natuurlijk ook om te laten zien dat het niet een makkelijke weg is. Dat het een weg is met vallen en opstaan en ook van twijfel, onzekerheid, niet weten. En hoe dat dan kan zijn, zo'n leven of zoals zij dat met elkaar in die groep deden, dat is geen zoetsappig verhaal. Want voor Jezus betekende leven vanuit liefde dat ieder mens rechtvaardig behandeld wordt. En juist dat laatste, daar ontbrak het toen vaak aan. En daar ontbreekt het vandaag de dag ook aan. En om dicht bij zichzelf te blijven, trok Jezus zich geregeld terug. Op zoek naar zijn vader, naar zijn bron, naar troost, kracht en moed. Want ja, natuurlijk, ook hij had zijn innerlijke gevechten. Zo makkelijk is het echt niet. En daarom zo herkenbaar. Starry, starry nights, paint your palette blue and gray. Look out on a summer's day with eyes that know the darkness in my soul. Shadows on the hills, sketch the trees and the daffodils. Catch the breeze and the winter chills in colors on the snowy linen land. Now I understand what you tried to say to me and how you suffered for your sanity. You tried to set them free. They would not listen. They did not know how. Perhaps they'll listen now. Starry, starry night, flaming flowers that brightly blaze, swirling clouds in violet haze reflect in Vincent's eyes of china blue, colors changing hue.
morning fields of amber grain. Weathered faces lined in pain are soothed beneath the artist's loving hand. Now I understand what you tried to say to me, and how you suffered for your sanity, and how you tried to set them free. They would not listen, they did not know how. Perhaps they'll listen now, for they could not love you. Still your love was true. And when no hope was left in sight on that starry, starry night, you took your life as lovers often do. But I could have told you, Vincent, this world was never meant for one as beautiful as you. Starry, starry night, portraits hung in empty halls, frameless heads on nameless walls, with eyes that watch the world and can't forget, like the strangers that you've met. The ragged men in ragged clothes, a silver thorn, a bloody rose, lie crushed and broken on the virgin snow. Now I think I know what you tried to say to me, and how you suffered for your sanity, and how you tried to set them free. They would not listen, they're not listening still. Perhaps they never will. Jezus was niet bang uitgevallen. Hij hoefde ook zijn hachje niet te redden. Want in hem, de relatie tussen hem en zijn innerlijke vader, was het goed. En dat zal altijd zo blijven, of hij nu uitgescholden, gekwetst of gedood zou worden. En zo reizen we mee in dat verhaal van die groep mensen. En hun reis loopt ten einde. En er was een reis waarop er heel veel bijzondere dingen waren gebeurd. Omgekeerde dingen eigenlijk. De verschopte en uitgestotene werden weer op de benen gezet. En de mensen die zich altijd maar verheven voelden en dachten dat zij het altijd juist hadden, waren op hun plaats gezet. Het gevaar van het denken in systemen, in tunnels, was aangetoond. En zo was er kwaad bloed gezet. En Jezus wist dat hem dat de kop zou kosten. En op een dag riep hij zijn vrienden bij zich. En hij probeerde hen voor te bereiden op dat wat hen te wachten staat. En vooral natuurlijk ook op het lot van hemzelf. En hij zei tegen hem: jullie weten dat volken onderdrukt worden. Dat leiders hun macht misbruiken. En zo zal het bij jullie niet mogen gaan. Wie van jullie de belangrijkste wil zijn, zal anderen moeten dienen. Want ik ben er ook niet om gediend te worden, maar om te dienen. Een oud huisgenoot van mij ging naar haar studie naar Parijs. Daar ging ze wonen en werken en daar woont ze nog steeds. En lange tijd ging ik er zo'n 2 keer per jaar naartoe. En dat was heel erg leuk, want
dan doe je niet meer die toeristische dingen, maar ga je dingen doen die je doet als je in zo'n stad zou leven. Dus dan neem je veel meer deel aan het gewone leven. En in die tijd, en dat is echt al heel lang geleden, wel 20, 25 jaar geleden denk ik, was net het Resto du Cœur opgericht. En dat is een organisatie die maaltijden verzorgt in een soort restaurants, mooie plekken, voor dak- en thuislozen. En Resto, dat is de volksbenaming eigenlijk voor een restaurant. En du cœur betekent van het hart. Dus restaurants van het hart. En elk jaar, tot op de dag van vandaag, werken vrijwel alle bekende Franse zangers mee aan een concert. En de opbrengst daarvan komt natuurlijk geheel ten goede van die Restos du cœur. En in al die jaren gingen we daar soms naartoe. En als dat niet lukte, als ik niet op dat tijdstip daar kon zijn, dan kocht ik in ieder geval altijd in Parijs bij die grote winkel waar je heel veel boeken en cd's kon kopen, de FNAC, kocht ik de cd van dat concert. En ook die opbrengst ging natuurlijk naar die Restos du Cœur. En nu, toen ik aan het zoeken was op YouTube, vond ik een prachtig klein liedje wat ik nog niet kende van hun. En daar gaan we nu naar luisteren. En met in onze gedachten dat verhaal van niet gediend worden, maar dienen. C'est juste une petite chanson. Une petite chanson d'amour. Pour tous ceux qui sont pauvres, qui y croient jusqu'au bout, qui se battent malgré tout. C'est juste une petite chanson. Une chanson pour un soir. Une chanson pleine d'espoir. Pour tout repeindre en clair, allumer les lumières. C'est juste une petite chanson. Qui viendra belle et grande. Si on chante tous ensemble. Si on unit nos voix, si tu chantes avec moi. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. C'est juste une petite chanson. La 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 la. Une petite chanson d'amour. La 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 la. Pour tous ceux qui sont pour. La 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 la. C'est juste une petite chanson qu'on chante à l'unisson. Juste une petite chanson qui nous permet de voir l'horizon. C'est juste une petite chanson du cœur de la raison. On rêvait de la lune. C'est possible à l'unisson. C'est juste une petite chanson. Un truc sans prétention. Un petit bout de mélodie. Une caresse, un rire, un frisson. C'est juste une petite chanson. Toute simple comme un bon choix. Une petite chanson. Une chanson d'amour. Jezus en zijn vrienden gingen verder. En ze werden gevolgd door vele mensen. Mensen die zijn gedachtegang, zijn gedachtegoed prachtig vonden. Mensen die gewoon nieuwsgierig waren. En mensen die er ook met achterdocht stonden. Of misschien wel als een soort spionnen. Precies zoals dat vandaag de dag natuurlijk ook nog gaat. Van alles wat. Ook allerlei oordelen en vooroordelen die ons in de weg kunnen zitten. Het was dus een druk gedoe. En net voordat de groep bij hun eindbestemming zou aankomen, werden ze aangeroepen, zo vertelt het verhaal ons, door een paar blinde mensen die op de grond zaten. En er werd naar hen gesnauwd. Ach jullie, houd toch je mond. Dit is iets waar jullie niks mee te maken hebben. Maar Jezus stond stil. En hij vroeg die mensen, wat kan ik voor jullie doen? En ze antwoordden hem, wij willen weer zien. Waarop Jezus hun ogen aanraakte en zij weer konden zien. Ja, een wonderverhaal. Een verhaal over durven vragen wat je nodig hebt. Je realiseren dat je soms zo vast zit
in je oordelen en vooroordelen. Dat je het nodig kunt hebben dat iemand jou de ogen opent. We zoeken een slaapplek. Hey, jullie mogen hier slapen vannacht. Wat gaaf. Op dat stuk grasveld of op dat stuk grasveld. We gaan eens even kijken. Ga maar even kijken. Hallo. En toen ben ik van medeblik dijk helemaal afgelopen, de zeedijk. Hekken open, hekken sluiten, hekken open, hekken sluiten. Dat kan allemaal. En toen zijn we terechtgekomen bij zorgboerderij Dijkgatshoeven, vlak voor Den Hoever. Voorzichtig, hallo. Kijk net eruit. Bon route. Hey, fijne zomer. Vandaag de etappe over de afsluitdijk naar Leeuwarden en naar Groningen. De truc is gewoon lopen, ja. Want dan loopt hij met ons mee, want hij loopt los. Ik maak reizen en over die reizen zingen vertel ik in voorstellingen wat ik onderweg ontmoet en wat er gebeurt. Ja. En mensen deelgenoten maken van die reis. In veel reis denk ik dat veel mensen kunnen ervaren dat mensen over heel de wereld misschien niet zoveel van elkaar verschillen als dat we denken dat ze verschillen. Eigenlijk waar ik ook geweest ben, ontmoet ik toch altijd weer gastvrije, bijzondere mensen. En ik denk dat de mens ook van nature een groepsdier is die onderdeel uit willen maken van een geheel, van een gemeenschap. En dat is, ja, dat is eigenlijk waar ik mee onderweg ben, met dat, ja, hoe open kan een gemeenschap zijn. En toevalligerwijs is dat eigenlijk ook het hoofdthema van de Europese culturele hoofdstad, Iben Mienskip, open gemeenschap. Maar ik denk dat ik de eerste man ben die wandelt met een ezeltje over de afsluitdijk. Zo? Dat is toch een primeur? Ja. Maak hem mee. Dit is zo bijzonder om met een ezel over de afsluitdijk te lopen. Dat is zo gaaf aan de ene kant. De Waddenzee, aan de andere kant het IJsselmeer, voormalige Zuiderzee. En dat doet zoveel met me, dat water. En de horizon te zien, over het water ver te kunnen kijken. En dan loop je over die dijk en dan vrachtwagenchauffeurs die toeteren en zwaaien. Vandaag liep Siem, de fotograaf van de provincie Friesland, een stukje mee. We lopen de provinciegrens in. Lange dag, ik had 22 kilometer gelopen. Ik vond het heel spannend om naar Bresanddijk te lopen. En daar is eigenlijk niet zoveel. Het is een soort maanlandschap. Maar er is wel een soort van camping, maar wel een hele bijzondere camping. Met een vijftigtal staakcaravans die allemaal ruig gebeukt zijn door het zeezout en de zon en de wind. En toen twijfelde ik of ik daar wel zou gaan slapen. En toen heb ik even overwogen om aan de Waddenzeekant te gaan liggen, maar het waaide zo hard. En dat was eigenlijk geen optie. En toen heb ik aangeklopt. En toen bleek dat bij Ali en Ome Jan te zijn. En ik had gedacht dat zij heel veel zouden willen van Jack, entertain ons. En ze waren zo open en relaxed. En zeiden, joh, ga lekker Jan, slapen. Zet je tent op. Oh Jan, Ali neemt ons al mee.
Zorg goed voor Lodewijk. Heb je nog iets nodig? Als je iets nodig hebt, klop bij ons aan. Er is niet meer zoveel ruimte. Leuk, hè? Ik vind dit zo leuk. Ik vind dit zo leuk. Ja, dan maak je nu niet de dag mee. Nee, zeker niet. En zo werd ik opnieuw eigenlijk weer geconfronteerd met hoe snel ik vooroordelen heb over iets, hoe iets zou kunnen zijn, versus gewoon de ervaring pakken, mensen ontmoeten en kijken hoe het is. En dat niet van tevoren allemaal willen bedenken. En zo sliepen Lodewijk en ik de eerste nacht op de afsluitdijk. In de tuin van de zoon van Ali en ome Jan. En met dit filmpje is ook de ezel binnenkomen lopen. Net als in dat verhaal dat we nu met elkaar delen. Want Jezus wilde graag op met een ezel de stad binnenkomen. Een jonge ezel, onschuldig en symbool voor het dragen van een last. En daarmee wilde hij laten zien dat hij zelf niet belangrijk was, maar zijn boodschap. Zijn boodschap van dienen, van soms voor elkaar ook de last dragen. Van een kalme tred van een ezel. Van standvastig blijven staan voor rechtvaardigheid en niet je hoofd buigen. Van misstanden aanpakken en niet alleen maar even sorry zeggen en dan weer overgaan tot naar jouw eigen vertrouwde goede leventje. De mensen waren blij en enthousiast. Jezus kwam dus op dat ezeltje de stad binnen. En ze liepen uit, ze zongen en ze zwaaiden met takken als teken van welkom. En als ik dat verhaal lees en als ik me dat probeer in te leven, dan moet het wellicht gevoeld hebben als een soort bevrijdingsfeest. Zoals sommige mensen zich nog wel kunnen herinneren hoe het was na het einde van de Tweede Wereldoorlog. Het gevoel dat er weer een toekomst is. Een toekomst met licht. Een toekomst met gelukkige mensen. Notre vieille terre est une étoile où toi aussi tu brilles un peu. Je viens te chanter la balade des gens heureux. Je viens te chanter la balade des gens heureux. Tu n'as pas de titre ni de grade, mais tu dis-tu quand tu parles à Dieu. Je viens te chanter la balade des gens heureux. Je viens te chanter la balade des gens heureux. Journaliste pour ta première page, tu peux écrire tout ce que tu veux. Je t'offre un titre formidable, la balade des gens heureux. Je t'offre un titre formidable, la balade des gens heureux. Toi qui as planté un arbre dans ton petit jardin de banlieue, je viens te chanter la balade des gens heureux. Je viens te chanter la balade des gens heureux. Il s'endort et tu le regardes, c'est un enfant, il te ressemble un peu. Je viens lui chanter la balade des gens heureux. Je viens te chanter la balade des gens heureux. Toi la star du haut de ta vague, descends vers nous, tu nous verras mieux. Je viens te chanter la balade des gens heureux. Je viens te chanter la balade des gens heureux.
droit de la drague et de la rigolade. Rouleur flambeur ou gentil petit vieux, je viens te chanter la ballade des gens heureux. Je viens te chanter la ballade des gens heureux. Comme un cœur dans une cathédrale, comme un oiseau qui fait ce qu'il veut, tu viens de chanter la ballade des gens heureux. Tu viens de chanter la ballade des gens heureux. Als de drukte voorbij is en Jezus en zijn vrienden ergens iets hebben gegeten, zo stel ik me dat dan voor, maakt Jezus nog een rondje door de stad. En dan ziet hij dat de tempel, de plek voor rust en bezinning, vol staat met tafels van geldwisselaars. Wellicht met een goed doel hoor, om zo de opbrengsten voor de tempel te verkrijgen. Maar hoe het ook is, dit is een plek die heilig moet blijven. Zonder een sfeer van geld, offers of voor wat hoort wat. En ik vind het een mooi beeld voor alles wat wij, wat ik in mijn eigen leven naar binnen sleur. En zo de weg naar het heilige barricadier of dat heilige volstop met van alles en nog wat. Terwijl juist die plek in mij vrij moet blijven. Om te kunnen blijven leven en handelen vanuit de bron, vanuit die onvoorwaardelijke liefde. Want als ik dat loslaat, als ik dat heilige laat volstromen met theorieën, systemen, methodes en verklaringen, dan raak ik het kwijt en raak ik erin verstrikt. Zie ik de mensen niet meer? Zie ik niet meer wat dienen is, waarin ik dienen kan? En waarin ik het zelf nodig heb om gediend te worden. En daarom, lieve mensen, is het nodig, is het goed om geregeld ons heilige, ons innerlijk te reinigen. Om weer te weten waartoe wij bestaan. Going on, and I'll say, hey, yeah.
Oh my God, do I try? I try all the time in this institution, and I pray. Oh my God, do I pray? I pray every single day. So I cry sometimes when I lie in bed just to get it all out. What's in my head, and I'm feeling a little bit cooler. And so I wake up in the morning and I step outside and I take a deep breath and I get real high and I turn the top of my lawn. What's going on? En wat onze bestemming dan is? Dat is aan u zelf. Met Palmpasen wordt ons in ieder geval aangereikt dat het iets blijs is. Dat het niet gaat om het nastreven van ons eigen geluk, maar gedeeld geluk. Dat het gaat om dienende rechtvaardigheid. En Palmpasen laat ons ook al een klein beetje zien dat het van alle tijden is dat mensen die deze boodschap verkondigen of die proberen daarnaar te leven, het moeilijk hebben, weggepest worden of in een kwaad daglicht worden gezet. Maar het goede nieuws is dat je altijd opnieuw kunt kiezen voor handelen vanuit liefde en rechtvaardigheid. Dat je altijd het licht kunt toejuichen dat op een ezel jouw hart binnen wil komen. By me this is a shame, please let me explain. By me this is a shame means you're grand. Ik vond in het boek Zangen van Zoeken en Zien een mooie tekst die eigenlijk het paasverhaal een beetje samenvat. En het leek me aardig om die nog mee te geven. In die dagen in het duister, ogen moe en vrede, verwijst een man op vogelschoenen naar het vonken van een ster. Luister, roept hij, handen zoekend, harten stelend, her en der.
op zijn woorden, op zijn vleugels. Dageraad en vroege wind draagt hij hen naar beter tijden, waar een mens voldoening vindt. Sjouwt met hen langs herenwegen, stralend lachend als een kind. Tussen wrakhout, tussen schelpen, zet hij angsten op de zee. Tilt hij twijfels uit de golven, water wijkt en wind geeft mee. Licht lokt hen over de wolken, dood verdwijnt van lieverlee. Op de grafsteen op de heuvel schrijft een engel, wees niet bang. Staan zijn vrienden daar te zingen, maken een geboortezang. Vrouwen herders, vorsten wijzen, leggen zoenen op zijn wang. We zoeken de stilte als een gebed. En daar zijn we stil voor alles wat in ons hart leeft aan gedachten, zorgen, verlangens, blijheid en dankbaarheid. En we zijn stil voor die stem die ons aanzet tot delen, tot dienen, liefde en rechtvaardigheid. En we zijn stil voor dat eeuwige licht dat ons daarbij helpt. Kracht en moed geeft. Amen. Lieve mensen, zo zijn we aan het einde van dit samen zijn. Fijn dat jij, dat u hebt gekeken en natuurlijk ook geluisterd. En fijn om op deze manier toch samen te zijn. En we gaan eindigen met goede woorden. Het licht, de liefde en de zegen van de eeuwige zijn met jou. Om jou horen, zien en spreken, te dragen en te kleuren. En om te zijn wat je ontvangt en om te geven wat je bent. Licht en liefde. May the long time sun shine upon you, all love surround you, and the pure light that's within you guide your way. May the long time sun shine upon you, all love surround you, and the pure light that's within you guide your way. Shine upon you, all love surround you, and the pure light that's within you guide your way home. May the long time sun shine upon you, all love surround you, and the pure light that's within you guide your way.
and the pure, pure light that's within.